Lycurgus speelde zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen de nummer 3 van de competitie, Landstede uit Zwolle. De Groninger volleyballers presteren uitstekend dit seizoen. Alle 5 de competitiewedstrijden werden overtuigend gewonnen. Lycurgus kreeg nog geen set tegen en is daarom deze wedstrijd ook weer de favoriet. Landstede presteert wisselvalliger. De Zwollenaren behaalden tot nu toe 11 punten uit 5 wedstrijden. Peter Barla, de loper van Lycurgus, maakt hier het eerste punt van de wedstrijd. De eerste set gaat in het begin nog redelijk gelijk op. Maar na de 5-5 loopt de thuisploeg hier via international Robert Andringa uit naar 11-7. Landstede kan het hoge niveau niet bijbenen. En bij 20-14 weet je dat Lycurgus de eerste set niet meer uit handen gaat geven. De uitploeg komt nog wel even terug tot 24-20. Maar Peter Barla beslist hier met behulp van de Landstede-spelers de eerste set in het voordeel van de Groningers. 1-0. Het verloop van de tweede set is bijna identiek aan de eerste. Tot halverwege gaat het redelijk gelijk op. De beste speler deze avond van Landstede is de nummer 2, Nimir Abdelaziz. Hier smasht de spelverdeler de Zwollenaren naar 6-6. Peter Barla serveert. Via het net. En uiteindelijk het blok van de boomlange Sime Vulin betekent een voorsprong van 2 punten, 14-12. Daarna drukt Lycurgus door en komt het op 24-19 en dus setpoint. Barla opnieuw met de service, maar dankzij goed werk van Thijs van Noorden van Landstede nog geen 2-0 voorsprong voor de Groningers. Die setwinst komt er uiteindelijk wel na deze geweldige smash van Willem Maarten Heijns op aangeven van Ron van Steen. 2-0. In de derde set gaat Lycurgus door. Vooral Ron van Steen, de spelverdeler van de Stadjers, is in die derde set in vorm. Hij zorgt voor de ene na de andere aanvalsoplossing, waarna de aanvallers van Lycurgus de ballen hard op Zwolse zijde tegen de vloer meppen. Het leidt uiteindelijk tot een verschil van 11 punten bij 16-5. Een afstraffing lijkt nabij voor Landstede, hier wordt het zelfs 21-9. Maar de Lycurgianen zakken na dit punt in, waardoor de Zwollenaren nog even terugkomen. Bij 24-19 vindt Lycurgus het genoeg en verzilvert Willem Maarten Heijns het matchpoint. Lycurgus wint nu dus voor de 6e keer op rij met 3-0. Voor zover bekend is dat een record. Nog nooit eerder won een Nederlands volleybalteam in de A-League 6 wedstrijden op rij zonder ook maar 1 set te verliezen. De club staat door dit resultaat logischerwijs op de eerste plaats. Donderdag speelt Lycurgus de eerste Europacup-wedstrijden tegen Raision Loimu uit Finland. Volgende week zondag wacht de topper tegen landskampioen en huidige nummer 2 Dynamo uit Apeldoorn.